Zo, this shit crazy. Daarmee is hij al een paar verdedigers van Ajax te snel af. Doku. Suré loert in het 16 meter gebied en die moet je in de gaten houden, want die is gevaarlijk. Dat geldt ook voor zijn collega. Doku met Timber. Dat wint Doku en dan is Timber een gezicht direct aan de verkeerde kant. Is hier Doku opnieuw eens Timber mee te nemen en binnen te schuiven. Van Santos. Met deze timing. Doku. Suré bij de tweede paal. Het gaat naar El Hasti. Legt hem ook nog af op Suré. Suré. En raak. Dan kan Anderlecht eruit komen met 4 spelers tegen 3 van Sporting. Goede bal richting Doku. Doku. 3-1. Zo wordt die fout van Rodrigo Rego genadeloos afgestraft. Met die paas breekt daarmee Vito Mazzala in de problemen. Hier gaat Doku. Dat is een goede voorzet, zeg. Verscharen. Nou, daar gaat Doku weer. Die is op snelheid. Hij heeft ze voor het eind kiezen. Hij kiest Kaliluka. 6-2. Zojuist was hij 3 aan het einde. De baas Granse gaat nu alvast bij liggen. Wat een Doku. Doku. En daar is het 2-0, toch zou je zeggen. Meteen diepte inzoeken. Jeremy Doku is daar 1-1 tegen de Vine Ridge. En kijk dan weer, zo die zijn daar ook. Goed uit. So, this shit crazy. Doku draait weer op zijn karakteristieke wijze weg. Wat met Granse, hij komt er nog een keer tegen, maar daar versnelt hij keurig langs. Doku, wat een heerlijke actie. Hakje. Doku. Hij moet het helemaal alleen zien te ritselen. Maar dat maakt Doku niet uit, want hij schuift hier. Ils vont devoir montrer plus de mouvements comme cela du côté français s'ils veulent revenir dans cette partie. Un point peu leur tête. Jeremy Doku met een goede draai, maar Rory Regeer die was daar terug. Doku sterk tegen Warmerdam. Warmerdam overtrekt. Toen Anderlecht 4-0 won. Daskevic brengt de bal naar Doku. Bewegingen zoals we dat van hem kennen inmiddels. En Sato met een. On va devoir gérer son avantage. Jeremy Doku qui va venir provoquer Tierno Balde. Naar Doku, beweging langs buiten, maar Bonnard staat bal. Doku, altijd U15 geweest, maar niet meer opgeroepen sinds hij niet meer in aanmerking komt voor die leeftijdscategorie. Doku heeft zo van die plotse bewegingen, maar dat weten ze bij Ajax ook en ze staan er altijd.